Het is voor iedereen gewoon een stuk veiliger en je hebt gewoon veel meer ruimte. Wandelaars en fietsers zitten elkaar voortaan niet meer in de weg bij het Almende College in Silvolde. Zeker na de nieuwbouw van de middelbare school was er grote behoefte om de verkeersstromen te splitsen. Dat is nu gelukt met de aanleg van een nieuw fiets- en wandelpad. Het is een heel druk gebied. En door de nieuwbouw van de Lauders, van het Almende College, is er een extra toevoeging van verkeersgebruikers bijgekomen. Met name leerlingen. En dat wil je een veilige omgeving creëren. Maar ook met name voor de omwonenden een veilige omgeving. En voor alle sporters in dit gebied. Het was nodig. Vroeger was het altijd zo dat men kwam hier, er was gewoon eigenlijk een gedeeltelijk voet- en fietspad waar we met z'n allen tegelijkertijd overheen gingen. En voornamelijk met de toevoeging van het voetpad is het eigenlijk gewoon veel veiliger geworden. Wij als gemeente hebben dan de verantwoordelijkheid om die mogelijkheid ook te creëren. Kan niet overal, maar hier hadden we duidelijk een kans om dat wel van elkaar te scheiden, het wandelend en het fietsend verkeer. Dus dat is denk ik erg goed gelukt. De nieuwe wandel- en fietsroute loopt tussen Spotpark de Paasberg en verzorgingshuis de Schuilenburg. Bewoners van het verzorgingshuis kunnen daardoor weer veilig de straat op. Ook voor leerlingen bevalt het goed. Ja, ik vind het fietspad hartstikke fijn. Dat ervaar je ook wel van meer leerlingen op deze school. Het is gewoon veel veiliger. Je kan sneller wegkomen, je komt sneller naar school. Ja, het is gewoon hartstikke fijn. Want maak je er veel gebruik van? Ja, dagelijks, maandag tot vrijdag. Ik kom van het gaan, dus ik kom elke dag wel eigenlijk over dit fietspad heen. Dat is echt honderden leerlingen eigenlijk wel van deze school. Met de aanleg is één heikelpunt voor fietsende scholieren in Silvolde aangepakt. Maar er zijn meer wensen in het dorp volgens het Silvolds Belang. We zijn ook bezig met een fietspad van het Melkvonder in Ulft naar Silvolde. Dat is dus hierachter is dat. Dat dus de fietsers van Ulft en Nechelen en Gendringen daar dus niet meer door het Ulftse weg in Silvolde hoeven. Maar dat ze dus rechtstreeks van Ulft hier naartoe kunnen. En daar zijn ze dus ook nog mee bezig. Dus er is nog genoeg te doen hier in de buurt? Nog genoeg te doen in Silvolde.